Dit is Ruud de Wit. Hij is de tijdelijke opvolger van coach Petra Groenland, die manje opstapte na 8 jaar als coach van VC Snits. Maar de competitie gaat vanzelfs gewoon terug en dus speelt Snits sneuntejoen de 2e wedstrijd van de kampioenspool. Daarin is set-up uit Oud-Massum de tegenstander. In de eerste set komen de volleybalsters van VC Snits goed uit de startblokken. Daarna gaat het lang leek op. Maar toch skiet uiteindelijk die eerste set naar set-up. Het wordt 24-23 om deze bal correct in is. In de 2e set zorgen we een oorsnits. Het stiert de hele set vaar en komt ijs net in de probleem. Onvallend spelen je de dames goed, zoals hier met Aniek Siebring, die het onvallend haar weerde bewierst. Als het dan 24-njorretje stiert vaar VC Snits, wordt uiteindelijk het eerste setpoint al verzilveren. Het is Lize Braaksma die de bal je keihut binnenslacht. In de 3e set is het dan oegrieselijk spannend. VC Snits haalt eens net het niveau dat we van de vrouwen verwachten maaien. En dus krijgt setup maar liefst 3 setpoints. Alle 3 willen ze voortwerken. Daarna krijgt Snits in je setpoint. En ja, die vooral je bewol ook griezelig effectief. Want deze bal eert uit en dus wordt het zo'n 20-24 voor Snits. En dus is de 3e set een prooi voor de thuisploeg. In de 4e set is het verzet van setup, al je sets, brutsen. Het 2e matchpoint van VC Snits wordt binnenhellen omdat deze bal in het net gaat. En dus winnen de Snitse volleybalvrouwen maar 3-1 van setup. Het wie heel moeizaam, maar het gaat om de punten. En die willen dus binnenhellen door de volleybalvrouwen van Snits. Het is de eind van een roerige weekend dus. Maar het vertrek van coach Petra Groenland, die na 8 jaar zijn had, dat ze fortendaliks opstapt. Tuurlijk, het is wel een beetje een rare weekend, gekke weekend. En ja, daar wil je net de schuld door Jan, dat je hier net mooi volleybal zien litten. We moeten gewoon terug en heel blij met deze 3 punten toch. Nou, het is een hele heftige week geweest, dat zeker. En er zijn veel dingen gebeurd wat we allemaal een plekje moeten geven. Nou, ik denk dat het voor een aantal niet heel makkelijk is om inderdaad in 2-3 dagen zo'n knop om te zetten. Maar dat zullen de spelers zelf moeten vragen. Van de buitenkant lijkt het in ieder geval alsof we onder hele grote druk spelen. Ben je verrast door het besluit van Petra Groenland om op te stappen als trainer? Natuurlijk, het is altijd wel even schrikken en onverwacht natuurlijk. Maar goed, als team hebben wij daar geen invloed op. Ja, voor mezelf vond ik het wel heel heftig en heb ik het er wel moeilijk mee gehad en nog steeds natuurlijk. Je hebt in 8 jaar natuurlijk heel veel gewonnen met elkaar, veel meegemaakt. En dat ze dan, ja, dat ze dan opeens er niet meer staat, dat is raar en moeilijk. Interimcoach Ruud de Wit neemt het nou in eerste instantie oer, want het bestuur van VC Snits een nieuwe trainer voen had. Want de Wit, hij wil het seizoen net al meidje als interimcoach. Nou, wat mij betreft niet. Ik heb bij het bestuur aangegeven, je moet iemand vinden, hoe moeilijk dat ook is, die 4 keer in de week training kan geven en die kan coachen. Ik zeg, dat heeft het team nodig, dat heeft continuïteit nodig.